Het ministerie van Justitie en Politie is van plan het Bikers Unit project landelijk te gaan uitvoeren, zei minister Kenneth Amoksi afgelopen maandag tijdens een persconferentie bij de politieacademie. De bewindsman zegt dat een landelijke strategie van dit project nodig is, gezien de huidige veiligheidsuitdagingen. Dit project zal ook moeten bijdragen aan de veiligheid op scholen, zegt de minister. We zullen dit sowieso uitbreiden naar Para, Wanica en andere districten ook. Omdat we weten dat, tenminste het is bewezen, dat de Bikers Unit een heel goede job doen. De uitbreiding van het Bikers Unit project wordt met een financiële ondersteuning van de Amerikaanse ambassade uitgevoerd. De Amerikaanse regering heeft recent $200.000 vrijgemaakt voor de professionalisering van het Surinaamse politiekorps.